Annie Slok is 86 jaar en heeft een laatste wens. Nog één keer de zee zien. Nou, dat is gewoon iets geweldigs voor me. Kun je de boten mooi zien. En de meeuwen. Ik vind het geweldig. De verrassing is geregeld door haar dochters, met behulp van vrijwilligers van de wensambulance. Nou, zeg mijn zus, we komen je wens vervullen. Toen zegt ze, gaan we naar het strand? Ja, we gaan naar het strand. Ze heeft een chronische longziekte en ligt aan het zuurstof. Maar van alle indrukken kan ze wel een sigaretje gebruiken. Maar eigenlijk mag ze natuurlijk niet roken als je COPD hebt. Maar ja, als je 86 wordt, dan kijk je ook niet op een sigaret wel. Nee. Jij hebt de dag van je leven. Wat valt u op aan het strand? Dat ze stil is. Die meeuwen, dat is mooi om te zien. Schat. Ja. Vorig jaar dachten we al dat ze zou komen te sterven. Toen lag ze in een hospice. Maar daar mag je in principe maar 3 maanden wonen. En toen leefde ze nog, toen moest ze verhuizen. En toen is het er helemaal niet van gekomen. En nu, ja, volgende week is ze weer jarig. Net als vorig jaar natuurlijk. Dus dat is wel heel leuk, ja. Slechts één keer eerder is ze op Scheveningen geweest. Toen de kinderen nog klein waren. Maar dit was toch echt de laatste keer. Ik ben er nou weer een keer geweest. Er is nou weer genoeg geweest. Ja, nou weet ik het wel weer.